Er verrijst een nieuw stadshart op Zuid, met de Rijnhaven als absoluut middelpunt. Aan het begin van de 20e eeuw was de Rijnhaven een van de meest innovatieve havens ter wereld. Zo was het de eerste elektrische haven, altijd de grootste loods ter wereld. En de eerste graanelevators. Het was de plek waar Rotterdam, Nederland en Europa werden verbonden met de nieuwe wereld. Katendrecht is een van de meest bruisende wijken van Rotterdam aan het worden. Door de fabrieksactiviteiten van Codrico te verhuizen, ontstaat er een unieke mogelijkheid om de pols van Katendrecht af te maken. Er ontstaat een rondje Rijnhaven. Heerlijk Rotterdams flaneren over de kades en de prachtige nieuwe Buntstraat. In het hart van de ontwikkeling van het Codrico-terrein staat de Rijksmonumentale Fabriek Latenstein, met een unieke industriële architectuur. Dit is de ziel van Katendrecht. Om de fabriek heen verrijzen nieuwe gebouwen. Een uniek ensemble waar het verleden wordt geëerd en dat tegelijkertijd klaar is voor de toekomst. Hier zijn woningen voor alle Rotterdammers. Voor elk budget en elke leeftijd. In het water komt het iconische Maritiem Centrum. Een bruisend, publiek toegankelijk gebouw waar cultuur, onderzoek en ondernemerschap samenkomen. De Rijnhaven als een van de nieuwe stadscentra. Een stepping stone naar Rotterdam-Zuid. Klaar voor de 21e eeuw.